Appie Krijnse, hoe was het met jouw hartslag in de laatste set? Ja, die gaat niet meer zo hard omhoog. Ook dat is trainbaar, hè? Nee, die gaat niet meer zo hard omhoog. Ik leef wel mee, maar ik doe dat minder dan voorheen. Vroeger ging ik bijna uit mijn dak en werd ik wat bozer. Ik ben nu wat vlakker en gematigd. Ik denk dat het met twee dingen te maken heeft. Eén, de leeftijd. En twee, mijn team is er meer gebaat bij omdat ik wat rustiger blijf. En dat geven ze vaak aan, vinden ze prettiger. Wel enthousiast, maar minder negatief als het niet goed gaat. Nou, dat probeer ik te doen, want mijn enige taak is mijn rol zo te spelen dat ik hen het beste help. Je bleef rustig, terwijl het toch wel bijzonder spannend was. Ja, ik blijf niet altijd rustig. Ik heb geloof ik een gele kaart gehad, dus die krijg je meestal niet als je rustig blijft. Ik vond de wedstrijd niet zozeer bijzonder spannend. Ja, het einde is dan wel heel spannend. Maar na set 3 dacht ik, nou staan we echt goed te volleyballen. Ruime marge de derde set gewonnen na een desastreuze start. We zijn er doorheen. Maar daarna wordt het wel lastig coachen, want dan doen ze in één keer weer alles wat we niet hebben afgesproken, doen ze weer. En niet meer jezelf veilig voelen en angstig spelen en laf spelen. Ik noem dat altijd laf spelen. En dan heb ik zoiets van, ja, maar waarom nou? Wat moet ik nou nog zeggen? Alles is al benoemd. Ik val dan ook heel vaak in herhaling. Dit en dat hebben we afgesproken, doe je taak. En het is geen onwil, hè. Er staat niemand expres de boel te vernachten. Het is gewoon op dat moment niet kunnen. En hoe krijg ik ze dan zover dat het ze wel lukt? En dat vind ik lastig coachen. En dat mindere spel ging in set 5 door. 10-4 achter, ja, normaal ga je zitten, ben je klaar. En ik blijf staan en ik hoop dat iemand een leuke servicebeurt heeft. En het was Bianca weer, overigens, Bianca Gommans, die eigen team er weer doorheen trekt. En dan als ultieme mazzeltje een bal die bij ons gewoon op de grond is, die niet wordt gezien. En het had 14-14 moeten zijn, maar het wordt 15-13 voor ons. Ja, ik ben een hele eerlijke mens, maar ik ga op dat moment niet naar de scheidsrechter toe om te zeggen, sorry, hij was op de grond, doe maar even opnieuw en het is 14-14. Misschien moet ik dat wel doen, maar ik denk dat de scheidsrechter niemand het je kwalijk neemt. Want op een gegeven moment gaat het om winst en verlies en dan moet je de tegenstander niet helpen. Er zijn genoeg fouten gemaakt door de scheidsrechter en dit was er één van en nou was hij voor ons in plaats van tegen ons. So be it, daar kan ik verder niks aan doen. Dan is de winst voor jullie, dan is de Supercup voor jullie en dat is voor de eerste keer in de clubgeschiedenis. Ja, daarom hebben we ook niet zo goed gespeeld, denk ik. Want de drang om hem naar Sliedrecht te halen was misschien te groot. Je had eigenlijk hier gewoon een pot moeten gaan volleyballen. Je had eigenlijk moeten zeggen waar het om ging. En dan gewoon gaan volleyballen en dan op het einde, weet je, je hebt vandaag de Supercup gewonnen. Hey! En dan heb je een ander team in het veld staan. Dus ze nemen het toch met zich mee. Het gaat ergens om. En dan halen we toch ons beste spel niet naar boven. Dat doen wij dus op trainingen. Zijn wij briljant goed. Dan zie ik ze echt twee keer zo goed spelen. En nou zie je toch van wat echt de wedstrijddruk doet met mensen. Ze gaan gewoon minder volleyballen. Nou, als we daar nog iets aan kunnen doen straks, dan wordt het leuk. Maar dit zijn wel de twee favorieten, denk ik, voor de titel. Jullie begonnen dus matig aan deze wedstrijd. Schrok jij van het begin? Ja, daar schrik ik wel van, ja. Want daar herken ik mijn team echt niet terug. Dan zie ik zo de foutenlast zo hoog oplopen. Ik denk van, ja, maar hoe kan dit nou? Zo ken ik ze niet. Wat moet je dan doen? Ik heb heel veel gewisseld en dat is wel waar. Pem is dan geblesseerd, die komt het veld niet op. Maar dit was echt een teamprestatie, want we zijn allemaal op het veld geweest. We hebben allemaal hard gewerkt. De staf, maar zeker de wisselspelers, goed erin gekomen. Ja, we hebben elkaar op de belangrijke momenten uitstekend gereliefd. Dit is echt een teambeloning, de Supercup. Ja, absoluut. Ja, je zegt het is echt een team effort, om het zo maar even te zeggen. Ik had wel het idee dat ook in de tweede set met het inkomen van Jem Caudray, ja, dat het daarmee ook samenhing. Ja, ik kwam er verschrikkelijk goed in. En ik heb heel lang zitten twijfelen of ze moest gaan starten of niet. Ik heb het niet gedaan om bepaalde redenen. Die zal ik haar nog wel een keer uitleggen. Ik heb dat nog niet uitgelegd, maar ik moet dat wel een keer doen.
heeft ook te maken met het aanvoederschap van Nienke. En dat Nienke ons heel vaak in wedstrijd doorheen heeft gesleept. Maar Celia is nu gelijkwaardig aan Nienke. En dat is een luxe positie voor een trainer. Ik zit zelfs over te denken, ik heb 5 goede buitenspelers en daar gaan er 3 van spelen. En of ze nou in de diagonaal staan of op de paarse looppositie, want zowel Celia als Nienke kunnen heel goed op de paarse looppositie uit de weg. En dan kijken we wel wie het beste is. En als we die luxe hebben elke wedstrijd, dan heb ik veel mogelijkheden. En dan kijken we wel welke samenstelling het op dat moment het beste werkt. Dat is een luxe. Ja. Dus wel zo dat Celia steeds dichter bij die plek komt? Nee, die is dus gelijkwaardig. Nou, die heb ik ook al gezegd. Het knopje is om. Ze is gelijkwaardig aan Nienke. Ze heeft sommige dingen, doet ze zelfs beter dan Nienke. Ze heeft echt een hele goede service. Ze verdedigt misschien iets beter. Nienke heeft wat meer mogelijkheden met andere balletjes. Ja, het is gelijkwaardig nu. En dat is leuk. En niet leuk voor een van de twee, want een van de twee moet zitten. Maar ja, had je maar niet voor volleybal moeten kiezen, moet je gewoon gaan tennissen. Dan heb je geen last van. We spraken elkaar voor de wedstrijd. Ik vroeg je toen, is je ploeg er klaar voor? Was toen nog moeilijk te zeggen. Heb je een beter antwoord op die vraag na deze wedstrijd? Nou, ze waren er dus niet klaar voor. Dat heb je gezien, anders meer je zo niet. Maar gaande de wedstrijd gingen we wel de dingen doen die we moesten doen. En wat jammer is, en daar wil ik nog wel eens over, dat ga ik daar vragen. Wat is er gebeurd in set 4? Waardoor je niet datgene blijft doen en je in één keer weer achter komt te staan en zelfs weer een set verliest. Hoe kan dat nou, terwijl je daarvoor echt goed hebt gespeeld? Dus ik probeer een beetje in de mind van mijn spelers te kruipen en ze moeten de antwoord opgeven. En ik kan het hier, er zijn allemaal aannames. Ik kan zeggen, ja, jij was bang en jij deed niet wat je moest doen. Allemaal aannames. Ik kan alleen maar zeggen, je hebt dat goed gedaan, dat fout gedaan. Dan kan ik zien of het punt oplevert of niet. Maar wat er hier zich afspeelt, daar praten we heel veel over. Ook dat is helaas een taak van een coach. Ja. Zo terug naar Sliedrecht. In de prijzenkast stond al een kampioensbeker, er stond al een beker. Dan kunnen jullie nu de Supercup gaan bijzetten. Ja, dat is wel leuk. De voorzitter zei net, proficiat. Ik had het niet anders verwacht. Ik had er geen enkel moment eraan getwijfeld. Nou ja, had hij er meer vertrouwen in dan ik. Maar uiteindelijk, ik denk dat we als team wel netjes hebben gedaan.